Ik denk aan een goede pasta. Amersfoort is eigenlijk al de kleinste vorm van een wereldstad die je in Nederland kan hebben. Nou, dat zou je niet moeten verbazen dat we dan zo'n bibliotheek krijgen en zulke mooie hapjes. Nou, het is een prachtige dag, want we hebben nu eigenlijk de eerste grote groep in de nieuwe bibliotheek in het Eemhuis. En ja, daar zijn we heel erg trots op. We hebben heel lang aan gewerkt om dit te bereiken, dit moment. En ja, dit gaat eigenlijk vooral over culinair, de bijzondere culinaire collectie van de Bibliotheek Eemland. We hebben eigenlijk gezegd van als we nou in Amsterdam doen waar wij goed in zijn, namelijk bijzondere boeken beheren. En we gaan samenwerken ook in Amersfoort om te zorgen dat we met die hele collectie ook het zwaartepunt, het culinaire zwaartepunt hier in Amersfoort gaan ondersteunen. Dan is het eigenlijk een hele mooie liaison, een mooie samenwerking. Ik hoop dat dit het begin is van een Nederland, mensen die heel erg graag koken en of lezen over eten, dat ze weten dat in Amersfoort ontzettend veel te vinden is. Dat iedereen zegt van, oh, culinair, Amersfoort, daar moeten we zijn. En dat ook iedereen in Amersfoort zegt van, we gaan iets culinairs doen. We kloppen eerst eens bij de bibliotheek aan. Wat het leuk maakt vandaag is, vanuit natuurlijk ook mijn culinaire hart, hè, als voorzitter van Proeven Amersfoort, die culinaire collectie. Ook dat het een stukje cultuur is. Hè. Eten is natuurlijk gewoon cultuur. En dat past ook natuurlijk in het mooie nieuwe huis. Ik kan me ook voorstellen dat je landelijk gezien, zelfs ook nog richting de wat bekendere bladen, zou je ook nog een samenwerking mee kunnen voeren. Waardoor je wellicht ook nog zelfs wat topkoks hier, en dan bedoel ik mee de drie sterrenjongens die bekend zijn, om die hier ook heen te halen. Ik sta hier in de keuken omdat we net een klein stukje vlees kregen. En volgens mij stond ik chocolade eten. Nou, daar wil ik het mijne van weten. Nou, die jongens van Tollius die hebben me wijsgemaakt hoe dat kan. Hoe je smaken zo bij elkaar kan brengen dat er iets totaal anders uitkomt. Het is tovenarij. Opeens staan we dan, we kijken naar lever en we staan chocolade eten. Dan wil je toch even weten hoe dat zit. Bij zo'n dag als vandaag, of eigenlijk bij de echte grote opening straks in juni, past maar één gerecht en dat is Olla Podrida. Er ging een halve boerenschuur en ging daarin allerlei soorten vlees. Er werd een enorme pan voor gemaakt en dat werd er een hutspot van gemaakt. Dat was echt het feestgerecht van de Gouden Eeuw.